Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en ik heb weer een te gekke case study voor je. Hoe we linkbuilding hebben gedaan voor een compleet nieuwe website voor 0 euro. En dit is misschien wel het meest gevraagde onderwerp van 2019. Hoe kan je linkbeelden voor een nieuwe site? En hoe kan je linkbeelden met weinig budget of met geen budget? Ik heb ze in één video allebei samengevoegd. Dus ik ga je precies vertellen wat we hebben gedaan, hoe we dat hebben gedaan. En waarom je vanaf na het zien van deze video of het luisteren van deze podcast nooit meer de angst mag hebben dat je niet kan linkbeelden voor een nieuwe website. Want het is echt een vraag die verbazingwekkend vaak naar voren komt. Namelijk, linkbeelden voor een nieuwe website, kan dat wel? En dan bedoel ik niet het linkbeelden van een directory uh, linkje kopen of uh, een forum link of zulke dingen. Nee, dan bedoel ik een gaaf stuk content maken en zorgen dat je daar linken heen krijgt. En wat heel vaak mensen als idee hebben: van ja, maar ik ben nieuw, uh, niemand kent mij, ik heb geen autoriteit, uh, wie gaat er nou naar mij linken? Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ik heb pas één stuk content op mijn blog staan. Ja, dat neemt iemand toch niet serieus? Of ja, mijn website bestaat pas een week, weet je? Wie zit daar nou op te wachten? Nou, ik ga je laten zien. Uh, iedereen, als je het maar goed presenteert. Dus al die angsten zijn allemaal compleet ongegrond. Niet waar. En het maakt niet uit hoe lang je site bestaat. Als je goede content hebt, dan kan je daarvoor linkbeelden, kan je linken verzamelen. En ik zal het je nu laten zien. Kijk, het allermooiste van deze case study is dat dit echt een compleet nieuwe website was. Maar die website is met heel weinig budget gemaakt. Dus ik mag hem helaas niet laten zien. Maar geloof mij, het is gewoon een standaard WordPress-team met een paar pagina's. Weet je, van over onze contactpagina. Uh, uitleg van wat ze precies doen. Um, een blog zit er dan aan, waar we dus een stuk content op, op hebben gezet. En er stonden nog twee andere blogjes op, die ja, super simpele blogjes. Gewoon um, blogjes die je in een uurtje, zeg maar, kan maken. Dus dat, dat vind ik niet echt meetellen. Het zijn niet echt goede, diepgaande bloggen. Dat is, dat is het. Zo simpel is de website neergezet om ja, te starten met, met, met het bedrijf. En om die website op de kaart te zetten. Dus. We hadden echt bijna niks. Er stond gewoon bijna niks op de site. Qua layout is die niet bijzonder. Dus het is echt het simpelste van het simpelste. En toch kan dat gewoon werken. Linkbeelden voor een nieuwe site is niet anders dan linkbeelden voor een, voor een oudere site of voor een andere site of een site met meer autoriteit. Tenminste, in de meeste aspecten niet. En in het proces niet. Want je moet namelijk nog steeds kijken van, joh, van wie wil ik een link hebben. Wat voor content moet ik ontwikkelen om daarop aan te sluiten. En je moet outreach doen. En in al die uh, aspecten. Ga je eigenlijk hetzelfde doen? Alleen bij het outreach gedeelte kan er wel een verschil zitten tussen of je al een bestaande naam bent of, of een nieuwe naam in je e-mail en zo. Maar ja, het proces blijft in de hoofdlijnen gewoon hetzelfde. Dus ook hiervoor zijn we gaan kijken: van, oké, dus een nieuwe site, op wat voor groep websites sluit die aan? En uh, als je een groep van die websites hebt gevonden, linken ze dan naar andere websites en zo ja, wanneer? Dat zijn we, daar zijn we gewoon naar gaan kijken. En gelukkig vonden we een groep websites die inderdaad naar andere sites linken, en we vonden uit wanneer. En de wanneer is voor de meeste sites hetzelfde: namelijk um, als ze een stuk content hebben wat hun autoriteit of hun aanzien of hun sociale status verhoogt. Dus als een website een stuk content vindt. En die denkt: hé, hey, als ik dat publiceer, dan krijg ik aanzien bij mijn doelgroep, bij mijn lezers, bij mijn uh, websitegebruikers. Dan zullen ze het publiceren of deels publiceren en terug naar je linken als bronvermelding. Zo simpel is het in, in principe. Dus ook dat hebben we gedaan. We hebben websites gevonden. We vonden wanneer en waarom ze linkten. Eigenlijk niet heel anders dan, ja, dan, dan 90% van de tijd om precies te zijn. En we zijn vervolgens gaan brainstormen over ideeën. Maar ja, we weten nu uh, welke websites linken naar andere. We weten ook wanneer ze dat doen. We zijn gewoon gaan brainstormen met een aantal mensen, uh, met z'n drie om precies te zijn. Twee computers in de ruimte en gewoon eens gaan nadenken. Dit soort websites uh, uh, zijn het die we willen bereiken. Dit is de website van onze klant. Wat is nu content die we uh, daartussen kunnen zetten als overlap? Die en aansluit bij hun website en uh, aansluit bij de website van onze klant. En daarbij ook even een dingetje van, kunnen we het ook daadwerkelijk uitvoeren? Is het idee praktisch uitvoerbaar? Want als je gaat brainstormen, krijg je heel veel, ja, we kregen al heel snel tientallen hele goede ideeën, maar niet alle ideeën zijn praktisch uitvoerbaar. Dus in dit geval hebben we het een beetje twee in één gedaan. Dus we zijn aan de ene kant gaan brainstormen van, wat voor soort ideeën kunnen werken? En tegelijkertijd ook meteen gaan kijken, we hadden de computers, is dit praktisch uitvoerbaar? Kunnen we daar info over vinden? Moeten we daar uh, een boek boeken voor kopen? Of kunnen we iets of iemand contacteren? Of kunnen we een autoriteit inroepen? Alles wat we niet wisten stelden we op als vragen naar onze opdrachtgever. Om te vragen of die ons kon helpen om aan de juiste uh, ja, informatie te komen. Dat is eigenlijk hoe het idee is ontstaan van het idee wat we hebben uitgevoerd. En... Eigenlijk zijn we daar vrij snel op gekomen, als ik heel eerlijk ben. Van die tientallen ideeën was dit volgens mij het vierde of het vijfde idee wat we bedacht hadden. En dit bleek al snel vrij makkelijk praktisch uitvoerbaar te zijn. Want het idee was redelijk mooi. Want één, we hebben dit stuk content aan het einde hè, in Q4 van 2019 gelanceerd. Dus aan het einde van het jaar. En het idee is dan actueel. Hè. En, en de, de branche waar het in zit is redelijk seizoensgebonden. Dus we zaten en goed in het seizoen. En het was actueel op dat moment, dus ja, dat idee kwam al snel naar voren. Als als we dit kunnen uitvoeren, dan weten we bijna wel zeker dat we goed zitten. Dus we zijn gaan kijken of we het idee kunnen uitvoeren, want we hadden aan de ene kant een stukje onderzoek daarvoor nodig. We moesten een stukje onderzoek doen. Ja, kunnen we dat wel uitvoeren? Weet je, kunnen we de dingen vinden die we nodig hebben? Um, en dat was gelukkig het geval. Dus we kwamen er al vrij snel achter dat de informatie die we nodig hadden, dat die daadwerkelijk te vinden was vanuit verschillende bronnen op het internet. Dus we zijn dat onderzoek gaan uitvoeren. En dat is ongeveer de helft van ja, de, de kracht geweest van deze campagne. Maar de andere helft zit hem in, ja, als je zo'n onderzoek hebt, en of dat nou cijfers zijn of meningen van mensen of wat dan ook, dan moet je dat aantrekkelijk maken. En dan moet je weer goed denken van oké, okay, wie zijn de websites waar ik een link van wil hebben? En hoe zouden zij dit gepresenteerd willen zien? Of hoe kan ik hun zo goed mogelijk aanspreken... zodat zij het weer over gaan nemen en gaan plaatsen... en gaan laten zien aan hun doelgroep? Dus in feite, hoe wil de doelgroep van mijn doelgroep... dit nou eigenlijk zien of horen? Um, dus 50% van, van de tijd zat in het onderzoeken... en 50% zat in het uh, interessant maken van de informatie. Dus een goede koptekst verzinnen... zorgen dat je een hele sterke inleiding hebt... Um, goede visuals ter ondersteuning en als je daar een voorbeeld van wil hebben dan verwijs ik je even naar ons het uh, Google Assistant Voice onderzoek wat we hebben gedaan. Uh, daar hebben we ook onderzoek naar gedaan en bijvoorbeeld bij elk punt wat we, wat we vonden of bij elke conclusie die we trokken maakten we even een duidelijke grafiek die dat ondersteunen of die dat aantonen of die, dat, die die data visueel maakte. Dus ik zal daar even wat screenshots van laten zien. Maar je kan ook gewoon naar die pagina gaan. Op klikproces.nl staat gewoon live. Door die visuals zorgt dat ervoor dat je hele content gewoon net wat aantrekkelijker is. Maar dat kan zijn in de vorm van grafieken. Uh, infographics kunnen daar heel, in heel goed in werken of, of andere kaartjes. Um, misschien kan je er zelfs een betere video van maken. Dus het gaat erom dat we na hebben gedacht. Hoe kunnen we onze content, die saaie, nou ja, zeg maar, cijfers of meningen. Opleuken, zou ik maar even zeggen. Visueel ondersteunen, nog aantrekkelijker maken. door, ja, door dat visueel weer te geven. En ook daarbij in gedachten. dat de kans groot is. dat waarschijnlijk die sites die we gaan benaderen. die visuals over willen nemen. Dus zorg dat er geen bedrijfsnaam of zo in staan. want dan. ja, dan is het wel weer erg commercieel. Dus zorg dat er geen. Brand, uh, watermerk in staat. Brandmerk. Brandmerken doe je met een koe of zo. Maar. nee, zorg dat er geen watermerk in staat. Dat er geen. Uh, benoeming staat van je bedrijf in de visual, want dan zijn mensen veel sneller geneigd om die over te nemen, dus dat hebben we gewoon gedaan, uh, zoals eigenlijk bij elke linkbuilding campagne het geval is. En vervolgens zijn we de outreach gaan doen. Nou, die outreach was zeer persoonlijk, zoals we dat altijd doen, dus van elke website. Uh, elke website die we wilden benaderen of die we hebben benaderd, die hebben we ook daadwerkelijk bezocht. En we hebben gekeken hoe kunnen we deze website het beste aanspreken. Dus wie moeten we hebben? En wat hebben ze recent gepubliceerd? Of wat doen ze op hun social media? Of wat voor nieuwsbrieven sturen ze? En hoe kunnen we daarop aanhaken om in feite onze content te pitchen en te laten zien dat het goed matcht met hun huidige doelgroep. En dat ze gewoon slim aan zouden doen om het over te nemen of deels over te nemen. En dat hebben we vervolgens gedaan. We hebben iedereen een mail gestuurd met daarin een verwijzing naar het onderzoek en de opmerking erbij dat je vrij bent om het over te nemen of deels over te nemen of te gebruiken op wat voor manier je dan ook wilt. Uiteraard ook uh, follow-ups gestuurd, vervolgens gemonitord van: oké, okay, wie van die mensen neemt het wel over en wie niet? Want niet iedereen die het overneemt, die Geeft ook een reactie op de mail. En niet iedereen die het overneemt, die plaatst ook een backlink in dat stuk naar ons toe als bronvermelding. Dus daar moet je even scherp op zijn. Het mooie van deze campagne was wel dat iedereen die het artikel had geplaatst, maar geen backlink erin had, die hebben een mailtje gestuurd: van zou je misschien een backlink willen plaatsen? En iedereen deed het ook deze keer. Dat is meestal niet het geval, maar daar waren we erg blij mee. En daarmee was de campagne compleet. En ik kan ook even een screenshot van Arif laten zien. Dus je ziet dat in één keer. Um, die, die backlinks omhoog schieten. Je ziet dat de website ook nog amper op zoekwoorden scoort. Want wat ik zeg, er staat echt maar heel weinig op die site. Dus hij kan amper gaan scoren op Google. Eigenlijk is de linkbuilding campagne een beetje voorop gelopen... aan de content die nog op de website moet komen. En de website heeft nu volgens ARF's 13 backlinks. Het zijn er eigenlijk meer. Maar goed, ik houd even bij wat ik kan laten zien. Dus 13 backlinks volgens ARF's. Eentje nofollow, dus die tel ik even niet mee. Dus eigenlijk 12 nieuwe backlinks. Waarvan twee... Rond DR75, 1 rond DR60, drie keer rond DR50, vier keer rond DR40 en nog drie keer DR10 of lager. Dus je, je ziet dat de kwaliteit van de backlinks echt wel serieus goed is. Dus daar heb je het. Je, je, ik bedoel, je kan het hier in ARF zien. Eerst was er niks. Toen was er een hele simpele website die ik helaas niet kan laten zien. En we hebben gewoon een, daar een campagne op gedraaid. En we hebben gewoon in één keer nou ja, richting de 20 backlinks binnen met een behoorlijke kwaliteit. Dus vanuit het niks begint die website gewoon meteen lekker te draaien. En zo zie je, je hebt geen excuus meer, ook als je website of shop nieuw is, ook als je nog pas één blogartikel hebt, ook als je nog helemaal niks hebt. Je kan altijd linkbeelden, als je maar goede content hebt die aansluit bij wat uh, de bloggers of de magazines of de weet ik veel wie je wil bereiken, wat die dan ook willen. Als je aansluit bij wat zij willen, wat zij delen, wat voor hun belangrijk is, dan kan je altijd linkbeelden aan de hand van waardevolle content. Ongeacht hoe oud je website is, zelfs als die gloedje nieuw is, zoals deze. Dus ik zou zeggen: ben je bezig met je website of shop? Is die net nieuw? Is die nog in de maak? Het maakt niet uit. Ga aan de slag met linkbuilding, er is geen excuus meer. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad en wat van hebt geleerd. En ik hoop vooral dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Want daar heb ik nog veel meer toffe case studies voor je op het gebied van SEO, CRO, YouTube en voice.